145 jaar Hindoestaanse immigratie betekent welvaart en welzijn voor Suriname. Kwikvervuiling vormt grootste bedreiging voor ons milieu en eerste rijbewijzen verstrekt aan vrouwen in Saoedi-Arabië. Goedenavond, dit is het avondjournaal vandaag op dinsdag 5 juni 2018. 145 jaar Hindoestaanse immigratie betekent welvaart en welzijn voor de totale Surinaamse gemeenschap. In het kader hiervan is er tal van activiteiten op landelijk niveau georganiseerd. Verschillende culturele organisaties werken samen met elkaar om de week tot aan van vandaag mogelijk te maken. U krijgt een verslag. Het begon bij de Nimbo. Deze is 75 jaar geleden gepland ter herdenking van de eerste immigrant die voet aan wal zette in Suriname. De ontwikkeling van Suriname is niet sterk gebonden aan één groep, maar aan de hele samenleving. We waren komen, we hebben foto's zien bij La Roek en we hebben gehoord hoe Arbabet was, hoe slecht ze hadden. Ik denk dat we nu beter hebben. Alle situaties zo slecht hebben we beter. Gezamenlijk lopen naar het standbeeld van Baba en Mai om ook daar malas, bloemkettingen, te plaatsen. Vicepresident Ashwin Adin die sprak de aanwezigen kort toe over wat de voorouders hebben achtergelaten aan hun nakomelingen. Zaken die de voorouders hebben meegenomen met de verschillende culturen hier hebben opgebouwd, waar we trots op mogen zijn dat we vandaag nog hier zijn in plaats van uit elkaar gerukt, als in vele naties er werkelijk gebeurd is. Ze hebben vele zaken die niet tastbaar niet aanspraak maken op middelen, maar wel een bijdrage hebben geleverd aan behoeftebevrediging en dat is welzijn. De liefde die ze voor elkaar hadden, dat kost geen geld. Het wederzijds begrip waardoor die culturen hebben mogen blijven bestaan, dat kost geen geld. Dat hebben ze meegebracht, dat hebben ze opgebouwd. Die coöperatieve kracht waarmee ze samen Suriname hebben opgebouwd, kost ook geen geld. En uiteindelijk het besef dat we elkaar nodig hebben, hebben ze blijven koesteren. En dat zijn zaken die geen geld kosten, welzijn zijn. En we blijven maar focussen op welzijn. Toen hadden ze 10 gulden zei, dat is misschien welvaart. Want welzijnsbijdrage die ze geleverd hebben, die is niet te miskennen. En ik zeker namens mij dat ik een beter bestaan heb. Anders wist ik niet. Misschien was ik Bollywood-acteur geworden. Maar ik ben best wel tevreden dat ik vandaag de dag hier in Suriname ben. Met z'n allen liepen we terug naar het Onafhankelijkheidsplein, waarbij een klein gedeelte was omgetoverd tot gauw. De toenmalige woon-, werk- en leefsituatie van de contractarbeiders. De aanwezige planten symboliseren vruchtbaarheid en flexibiliteit, waarbij sommigen ook werden gebruikt voor het bouwen van huisjes. Na de rondleiding was er aan de waterkant een botenshow. De Nationale Stichting Hindoestaanse Immigratie decoreerde vandaag eveneens 32 personen. Terwijl de VN vandaag op Wereldmilieudag stilstaat bij het acute probleem van plastic op het milieu, vormt het gebruik van kwik de grootste milieubedreiging voor ons land. Deze situatie is heel zorgwekkend voor het Nationaal Instituut voor Milieuontwikkeling in Suriname. Plastic wordt nu gezien als de grootste bedreiging op het milieu, die door de mens zelf wordt veroorzaakt. Het zorgt momenteel voor de vervuiling op grote schaal van onze oceanen en rivieren. Op langere termijn zal plastic ook van invloed zijn op de natuur en de gezondheid van mens en dier. De kern is volgens Cedric Nelom, de directeur van het Nationaal Instituut Milieuontwikkeling Suriname, om tot actie te komen om het verbruik van plastic te verminderen. Toch blijft het gebruik van kwik in de kleinschalige mijnbouw de grootste bedreiging op het milieu van ons land. Nationaal en hoe we dat heel goed kunnen oplossen. In samenspraak zeker met de goudmijnbouwers. Ik benadruk dat omdat eigenlijk zonder hen het probleem niet goed gaat kunnen oplossen. Het is in het verleden geprobeerd,
maar niet met eigenlijk goede betrokkenheid van de goudmijnbouwers. En dat moeten we dus omkeren en kijken hoe we samen met hen dit probleem aanpakken. Ondanks de aanname van het Minamata-verdrag moeten er alternatieve methoden gecreëerd worden om aan goudwinning te doen. Niet alleen op de goudvelden, maar ook in Paramaribo en andere locaties waar goudopkopers hun bedrijven hebben, wordt er met kwik gewerkt. Mensen kijken inderdaad naar ons, maar we moeten ook aangeven dat we het land moeten ontwikkelen. Welzijn en welvaart voor de Surinamer is van belang. Maar je moet dat zeker in balans zien te brengen. En daar streven we naar. Als organisatie, als instituut, gaan wij zeker die informatie, die data aandragen aan beleidsmakers om naar deze issue te kijken. Maar wij moeten als Surinamers of als Suriname heel goed en heel slim hiernaar kijken. Maar de mogelijkheden zijn er. Er is wat werk aan de winkel en daarvan moeten we bewust zijn. Wij als organisatie zijn daarvan bewust. En we zullen zeker degene in onze omgeving ook daarvan bewust maken dat er werk aan de winkel is. Zaken als een milieuwet moet je nog hebben als land. Je bent het groenste land ter wereld, dus je moet zeker een milieuwet hebben. Goede instituten hebben. En zeker ook de mensen zover krijgen om mee te werken, om dat te behouden. Dus er is wat werk aan de winkel. Wereldmilieudag wordt sinds 1974 georganiseerd door de VN met als doel om overheden en de wereldbevolking stil te laten staan bij het belang van het behoud van het milieu. Er is voor 5 juni gekozen omdat op deze dag in 1972 de internationale milieuconferentie werd gehouden. Voor dit jaar is India het gastland. De huidige status van de Brokopondo-overeenkomst zal de komende week in het openbaar worden behandeld in de Nationale Assemblée. DNA-voorzitter Jennifer Geerling-Simons zei dat er hierover reeds briefwisseling is geweest met de president. In DNA vroeg het DNA-lid Deo Charman van de VHP-fractie om meer duidelijkheid over deze overeenkomst. Dingen gezegd en geïnsinueerd vanuit de pers. Nu neemt ook de Kamer een bepaald standpunt. En ik denk dat het fatsoenlijk zou zijn dat wij als parlement toch gedegen ingelicht worden over deze kwestie. Waar we aan toe zijn, het is een nationale zaak, voorzitter. En ik vind dat we niet langer kunnen talmen met deze informatie. En dat ik een beroep via u doe op de regering om zo snel als mogelijk hier in uw parlement ons te voorzien van informatie voor ieder. Dat de gemeenschap zich hiermee bezighoudt, werd nog eens duidelijk tijdens de discussieavond van de KKF over dit onderwerp. Ook daarna hebben een aantal maatschappelijke groepen hun gedachten hierover laten gaan. De vragen die beantwoord moeten worden zijn: wanneer wordt de Avobakka krachtcentrale Surinaamse bezit? Wat zal er gebeuren met de Suralco-plant te Paranam? En binnen hoeveel tijd zal er weer sprake zijn van een mogelijke bauxietindustrie in ons land? DNA-voorzitter Jennifer Geerling-Simons gaf donderdag in het parlement te kennen welke afspraken er hierover zijn gemaakt met de regering. We hebben met elkaar besloten dat ik een brief zou sturen vorige week naar de president. Naar aanleiding van de hele Alcoa-kwestie waar de wijziging van de overeenkomst blijft. Want we hebben dat gedaan. Ik heb ook het parlement geïnformeerd in huishoudelijke vergadering. En we zouden daar ongeveer 2 weken aan geven en een vergadering uitschrijven of we nou wel of niet antwoord zouden hebben gekregen van de overheid. Dus als alles goed zit, wordt die vergadering volgende week uitgeschreven. Van de minister van Ruimtelijke Ordening, Grond- en Bosbeheer, RGB, Roline Samsudin, is er eveneens een nepprofiel aangemaakt op Facebook. De laatste tijd zijn er van verschillende ministers valse profielen aangemaakt, welke tot verwarring leidt in de samenleving. Op de gemeenschap wordt er een dringend beroep gedaan om alert te zijn op sociale media, vooral bij het accepteren van vriendschapverzoeken. Eerder heeft ICT-specialist Gardalito Hiwaki in gesprek met het Nationaal Informatieinstituut aangegeven dat er heel weinig te doen is aan dit fenomeen. Volgens hem moeten gebruikers zelf goed nagaan van wie zij een verzoek ontvangen door bijvoorbeeld te letten op eventuele foto's van de persoon en na te gaan hoeveel gemeenschappelijke vrienden aanwezig zijn op zo'n profiel.
Indien men een vermoeden heeft dat het om een fake account gaat, zou men die meteen moeten rapporteren. Het ministerie van Justitie en Politie geeft in een persbericht aan dat er gronden aanwezig waren voor de politie om op te treden in de zaak van donderdag 3 mei jongstleden, waarbij een pastoor van een volle evangelie gemeente werd aangehouden. Er is een vergunning door de districtscommissaris aan de gemeente uitgegeven voor het houden van activiteiten. Uit onderzoek blijkt dat op de dag van het gebeuren men zich echter niet aan de vergunningsvoorwaarden heeft gehouden. Na het incident dat voor zoveel ophef binnen de samenleving heeft gezorgd, is er een onderzoek ingesteld naar het politieoptreden. Uit het onderzoek is verder gebleken dat er zaken aan de kant van beide partijen verkeerd zouden zijn gegaan. De korpsleiding zal intern waar nodig tuchtmaatregelen treffen. Na het incident heeft minister Stuart Getrouw van Justitie en Politie tot 2 maal toe hierover een onderhoud gehad met de voorzitter van de Vereniging van Volle Evangelie en Pinkstergemeenten en Bedieningen in Suriname. Bedankt voor uw aandacht. Een fijne avond.